Nispen! Groeien in de stal, vaak zitten overal en zo. Zo gaat hij niet. Nee. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Het allermooiste feestje. Ga je met me mee in bad? Samen in het bubbelbad. Ja, want ik ga op zoek naar het allermooiste feestje. Vandaag ben ik in Nispen, want ik ben uitgenodigd door Maurice. Nee, kut, door Martin. Door Martin en Terrence. Op de planning staat vandaag zoals altijd de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. En jongens, dit is niet zomaar een feestje. Er wordt hier gescheurd, gezopen, geroudoud en gehost. We zijn namelijk bij de katholieke plattelandsjongeren onder u. Godverdamme! Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van het dorp. Mensen, welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Hallo! Wij zijn eigenlijk op zoek naar Martin. Oh, is die voor mij? Oh. En daar is Martin. Martin. Hoe is het, jonge dame? Ik voel me nou gelijk 10 jaar ouder. Ik ben nog niet eens binnen. Ik ga een inburgeringspakketje voor jou halen. Wacht hier, ik ben zo terug. Ik weet niet wat hier gebeurt. Deze mensen zijn zo goed voorbereid. Ik kom binnen, er staat bier klaar. Ik zie Martin, hij gaat kleren voor me halen. Blijkbaar is dit niet goed. Ik ben klaar voor de katholieke plattelandsjongeren. Welkom in de feestnet, doe maar lekker maf. Het is jammer van de zolder, maar het dak daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Dit is wel echt mijn ding, kan ik je vertellen. Want wat jullie misschien weten is, ik kom uit Twente. Dus ik ben opgegroeid met dit soort tentfeesten. Hey, vertel eens even, is dit het allermooiste feestje? Ja, het is wel een leuk feestje hoor. Oh, maar absoluut. Dat is niet het allermooiste. Er zijn altijd betere feesten. KPN Steenbergen. We hebben altijd een feestje in Ostenrecht, bij KPN Ostenrecht. Ja, dat is echt, dat is niet normaal. Dat is zo'n groot feest. Daar kan Nispen niet aan tippen. Volgend jaar naar Horrordonk in Essen. Daar is de Vissa. Ja, wij kennen een leuker feestje. Nog leuker? KPN Ostenrecht. En iedereen noemt de andere feestjes van andere dorpen. Dat is ongekend. Maar iedereen heeft hier in de buurt eigenlijk zijn eigen KPN. En die heeft eigenlijk zijn eigen feest. En dat is natuurlijk altijd het leukste feest. Zullen we een atje doen? Ik denk wel een atje doen. Katholieke plattelandsjongeren! Ik ben er niet goed in, maar wel. Nee. Het gaat zo lam worden vanavond, jongen. De sfeer zit er al lekker in. En dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Kom mee. Is de verplichte versnapering? Ja, dit is de verplichte versnapering. Maar van wiens voet komt deze laars? Ja, van de DJ, van Terris. Dit zijn mijn laarzen, ja. En hoe vaak per week draag je deze laars? Iedere dag. Bijna 24/7. De verplichte versnapering. De laars van Terrence. Dichter je bij die zon komt, hoe goorder het wordt. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Maar vertel eens even, waar staat die karel voor, KPJ? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is alleen gewoon verschrikkelijk veel bier drinken. Katholiek? Nou, niks. Ik ben nog nooit naar de kerk geweest. Nog nooit? Ik ben niet, nee, ik ben ook niet gedoopt. Dit is gewoon een manier om lokaal bier te drinken in een hele grote tent. Dat was vroeger wel, maar dat is nu allemaal verdwenen. Ja, wat is hier katholiek aan dan volgens jullie? Ja, bier drinken. Gewoon heel veel bier drinken en zat naar huis. In de kerk drinken ze ook wijn. Hij moet het dan niet de B, JP. Ja, de bierplattelands jongen, ja, dat klinkt beter. Het is niet meer de KPJ, het is de BPJ. Zuipen, waarom heb ik mij niet gehoord? Doe mij wat bier. Ik durf het niet.
Gangmaker. En deze keer is het een rat. De Camembert! De Camembert! De Camembert! Jij mag je sok over je pilsje trekken en dan moet je opdrinken. Mag ik een klein applaus voor deze jonge dame? Jij hebt net een atje getrokken door je sok heen. Ja, was niet zo heel lekker. Het is dat ik een sok aan had, maar ik wou eerst geen sokken aandoen eigenlijk. Maar hoe blij ben je dat je die sok aan had? Als moest ik helemaal een panty doen. Lispen laat je horen! Dat ik moet kotsen. Oh ja, gaat er vanavond gebeuren dan? Ja. Ja. Heb je al een plek uitgekozen waar je gaat kotsen? Ja, op de snelweg. Maar dan stop je en dan draai je het raampje open. Nee, ik kom de deur open. De deur open? Ja. Op de snelweg. Dat is toch veel makkelijker? Ja, op de vluchtstrook. Deze guy heeft blijkbaar mijn naam op zijn reet getatoeëerd. Jouw naam. Later. Toch tegenvallen. Nou, ik heb een mooi kuntje. Laat maar zien. Van Vrookes. Vrookes. Stop. Ik besta voor 90% uit bier. Op dit moment. En nog. Ja. Ze schijten overal. Nispen, nispen, koeien in de wei. Varkens in de stal. Schijt dan overal. Allemaal nispen, nispen, koeien in de wei. Varkens in de stal. Ze schijten overal. Nispen, nispen. Koeien in de stal. Varkens zitten overal. En zo? Zo gaat hij niet. Nee. Koeien overal. Nee. Varken, hè? Nee, zo gaat hij niet. Nispen, nispen, koeien in de wei. Varkens in de stal, ze schijten overal. Ja. Dat is hem, dat is hem. Dat wou ik eens zeggen. Ja. En daar sluiten wij mee af. Nu dan? Ja, zeker. Oh. Daar sluiten wij zeker mee af. Want je moet stoppen op je hoogtepunt, dat zeg ik altijd. En ik begon deze avond met een verplichte versnapering. Dat was een atje uit een laars van Terrence, die hem de hele dag gedragen had. De gangmaker daarentegen was draaien aan een rat. En de vrijwilliger die dat aandurfde was een dame die uiteindelijk dus een biertje uit de sok moest drinken. Moet ik nog meer zeggen? Ik denk het niet. Ad. Einde.